Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid gelooft niet dat de problemen die zijn ontstaan in de afgelopen jaren terug te leiden zijn naar de regeerperiode 2010-2015. In die periode was er volgens hem nog redelijk goed structuur in de zorgsector. Echter meende de bewindsman dat er veel mis is gegaan in de periode tussen 2015 en 2020. Hij meent dat diverse personen op belangrijke posten op het ministerie toentertijd zaken in hun voordeel hebben gedaan. Maar wanneer we de afgelopen zeker 3 jaar constateren, dan ga ik gewoon een paar dingen uit de doeken doen. Wanneer we constateren dat een barbecue standhouder een medische centrum moet exploiteren, een vergunning krijgt. Of wanneer de directeur van Volksgezondheid toen, recentelijk die voorganger van deze, een eigen vergunning heeft gehad voor een medisch centrum, terwijl je directeur bent van Volksgezondheid. Is dat tegen alle principes en van goed bestuur? Mevrouw Jesseren bedoelt u? Ja, mevrouw Cleopatra Jesseren. Welkom in het centrum, minister. Het is een medical center in Ikeri. Je kunt het natrekken. Ik zal het uit de doeken doen. Ik kom nog op deze stukken terug. Maar laat me zeggen, ik ga het netjes zeggen. Ik zeg, breek me de mond niet open. Omdat ik zaken heb geconstateerd waar we tegen onze principes in, tegen goed beleid in, ontwikkeling hebben gezien op het ministerie van Volksgezondheid, waar je afvraagt wie is verantwoordelijk voor deze wanorde. Wanneer ik vandaag de dag start met de ordening van de eerste lijn en ik het vergunningenbeleid begin aan te pakken en we te maken hebben met niet-integere medici die dan de social media gaan opzoeken om die minister aan te vallen, dan is het een stukje, wanneer we praten over heilige huisjes intrappen en je wilt ordening brengen, het moment dat je aan ordening wil komen, dan ben je direct de boeman. Maar je ziet wat er gebeurt. Die ketenreactie gaat direct naar die partij die verantwoordelijk was voor de businessbeleid. En dan wordt het, ja, pak die dief, kijk hem, hij is die dief. Hij is verantwoordelijk van dat je geen medicijnen op de planken hebt. Hij is verantwoordelijk van dat je operaties kunnen plaatsvinden. Geweldig. Geweldig politiek steekspel van de NDP. Ik stel het hier vandaag, de president weet het. Ik ga dit moeten verdedigen. Omdat ik moet aantonen dat dit wat er vandaag in Suriname gebeurt in de zorg, makkelijk terug te leiden is naar het wanbeleid welke gevoerd is onder de regering Bouterse Adien. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid. Hij vindt dat als er nu geklaagd wordt door bepaalde politieke partijen over de zorgsector, er ook aangegeven moet worden wat zij verkeerd hebben gedaan toen ze aan de macht waren.